afleveringen van Koken op het Station. Mijn naam is Leonie. We zijn vandaag op Rotterdam Centraal. Daar sta ik met mijn kookstation. En daar ga ik vandaag een lekker recept klaarmaken met allemaal ingrediënten van winkels van het station. Dat ga ik niet alleen doen. Ik doe het vandaag met Thelma. En Thelma die werkt bij de Julia's. We moeten er alleen nog even ophalen. Ga je mee? Hallo. Mag ik vragen? Hey. Ja, ja, natuurlijk. Thelma van de Julia's. Dat ben ik. Ben je dat? Ja. Oh, jezus, ik heb meteen raak. Hoi, Thelma. Hoi. Aangenaam, ik ben Leonie. Als het goed is gaan wij samen koken op het kookstation. Ja, dat klopt. Toch? Gaan we mee? Okay, ja, we gaan nu mee. Kun je je werk achterlaten? Ja, is goed. Oké, nou, het kookstation is verderop. Okay, let's go. Heb je er zin in? Ja, ik ben benieuwd. Let's go. Welkom op het kookstation. Dankjewel. Wat gaan we maken vandaag? We gaan risotto maken. Oh, lekker. Ja. Oké, risotto. Wat hebben we er allemaal nodig? Nou, risotto rijst. Ui. Uitje. Wat knoflook. Check. Ja, olijfolie. Eén courgette nodig. Eén courgette. Beetje wijn, dus beetje even wijn halen. Beetje Parmezaanse kaas. Champignons. Bouillon hebben we nodig, inderdaad. Dus ik denk dat heb je vast nodig. Ja, dat heb je inderdaad nodig. Okay. En nog wat rucola voor de garnering. Oh, rucola, lekker. Nou, dan gaan we nu boodschappen doen. Oké, let's go. Ik wil zeggen, ik volg jou, want ik weet het wel. Is goed? Nee, we gaan. Let's go! Oké, dus knoflook en champignons zijn Check. In the house. Yeah. Dankjewel! Dankjewel! Doeg! Heb je misschien een flesje wijn voor ons? Zo, daar zijn we weer. Kookstationnetje represent. En we hebben alles bij ons. Ja. Oké, chill. Dan kunnen we beginnen. Ja. Aan de slag. Oké, stap 1 is... We gaan wat olijfolie in de pan doen. Oké, top. En we gaan de uitje fruiten. Heb je dit recept eigenlijk zelf bedacht? Ja, eigenlijk wel. Ik heb het niet vast ergens staan, dus het smaakt ook iedere keer weer een beetje anders. Chorizo, onder stress. Hoppa. Ja. Yes. Wow. Nou, dat ging zo goed. Wat vind je nou echt heel leuk aan werken bij Julia's? Ik vind de collega's echt, echt heel leuk. Ik werk ook al best wel lang en de collega's hebben het voor mij ook echt leuk gemaakt. Ja, het is wel echt heel veel gezellig. Yeah. En hoe lang werk je er al? Ja, al bijna 6 jaar. Al bijna 6 jaar? Ja. Wow. Knoflook erbij, alles erbij. Ik heb een bouillonblokje in de... Oké, top. Kook het water erbij. Ik denk ongeveer de helft van deze pot. Ongeveer de helft? Ja. Ook gewoon weer lekker op gevoel. Nog wel meer, ja. Ja, doe er maar bij. Die ons in de pan. Super. Zie je al gaar in. Courgette en basilicum? Ja. Lekker. Oh. Oh, so nice. Oh, het ruikt lekker. Die gorizo ruikt echt heel lekker. Lekker? Lekker. Kunnen dit dan? Ja, de kaas er doorheen doen. Doen we alles er doorheen? Of ja, gewoon kaas. Kaas zat daar. Hoppa. Volgens mij mogen ze hier. Ja? Hoppa. Lekker papje. Is een lekker papje inderdaad. Ja, ik vind het wel lekker. Gaan we het afmaken met een beetje rucola. Top. Ja, en wat basilicum. Nou. Volgens mij hebben we een eindresultaat. Ik denk het ook. Ja. Tadaa! Tada! Oh, dit is het moment waar we allebei op hebben gewacht, volgens mij. Ik heb de lepel gewoon al beet. Je hebt de lepel gewoon al beet, ja. Kan niet. Oh, we gaan lekker proeven. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Dit is echt fantastisch. Het is echt heel goed. Dit is echt zo lekker. Het is echt heel lekker. Die gorizo. Die gorizo, die is echt super knapperig. Ja, die maakt het. Goed, hè? Oh, lekker. Hey, willen jullie ook een hapje proeven? Kaas. Ja? Dat is belangrijk. Hey. Dat is lekker, hè? Mm-hmm. Jij vindt het lekker? Mm-hmm. Oh, super goed lekker. Gedaan.
mag ik jou ontzettend bedanken voor dit recept. Ik vond het echt heel lekker. Ik vond het heel leuk om samen met je te koken. Heel erg graag gedaan. Ik vond het ook superleuk om met jou te mogen koken. Mooi. En dat we nog even kunnen nagenieten van het gerecht. Geniet jij nog lekker eventjes na. Dan neem ik jou in de tussentijd mee over de reis die we de afgelopen tijd hebben gemaakt. We zijn van Rotterdam naar Arnhem, naar Breda gegaan. We hebben het hele land gezien. We hebben inktvis klaargemaakt op een station. We hebben veganistische toetjes gemaakt. En ik vond het ontzettend leuk. Ik hoop dat jij er ook van hebt genoten. Voorlopig was dit de laatste aflevering, dus ik zeg nu alleen nog ciao en dank voor het kijken.